Ronnie Kolle werkt bij Veiligheidszorg Groningen. Hij maakt deel uit van het inbraakpreventieteam. Als mensen willen weten hoe ze hun huis het beste tegen inbraken kunnen beveiligen, is één telefoontje naar Veiligheidszorg genoeg. Ronnie komt dan gratis langs voor een uitgebreid advies. Wat gaan we doen, Ronnie? Vandaag geef ik preventieadviezen aan de Bottemaheer in Bijen. Dit is een kindvriendelijke wijk. Heel veel hofjes, veel groen. En daar geef ik nu adviezen bij de bewoner. Veel hofjes en veel groen. Op zich is dat een omgeving waarin de gelegenheidsinbreker onopvallend zijn werk kan doen. Wat ik hier allemaal zie is een heel mooie fietspad met heel veel begroeiingen. Als ik deze zie allemaal, denk ik van nou, dit is heel mooi voor een inbreker. Want hier word je niet snel gezien. Toch wordt hier volgens Ronnie niet vaker ingebroken dan in andere wijken. De gelegenheidsinbreker die is gewoon op een plek waar hij toevallig is en daar is een gelegenheid om in te breken. Ja, daar gaat hij dan heen. Dus dat is niet specifiek en bij hem, dat is overal. Kijk, allemaal begroeien. Niemand kan het zien wie voor thuis staat. Onze ex-inbreker is nu toevallig in Bijen en daar hoeft hij niet lang rond te lopen om te zien hoe en waar hij zijn slag kan slaan. Oké. Hierachter. Nou, wat makkelijk, container staat vrij. Nou, ga ik weer het volgende huisje. Nou, moet je kijken. Raampje open. Oké, ik heb genoeg gezien. Hoe makkelijk kun je het een gelegenheidsinbreker maken? Daarover gaat deze laatste aflevering van Veilige Huisjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ronnie Kolle, politiekeurmerk. Ik zal me ook nog even legitimeren. Rechtenstudent Adelaide Kanyange woont hier al 3 jaar. Ze woont op kamers. Maar eigenlijk komt het erop neer dat ze het huis deelt met de hoofdbewoonster, Annemarie Notenboom, die hier al 18 jaar woont. Is er in die tijd dat je hier woonde in de buurt wel eens ingebroken? Jawel, een paar keer. En ook bij onze buren. En dan denk je wel 2 keer na voordat je de deur openlaat. Bij henzelf is nog nooit ingebroken. Het is nu aan Ronnie om te onderzoeken of dat toeval is of het resultaat van een gedegen beveiliging. Ik heb een map meegenomen, die laat ik ook hier. Zoals altijd begint Ronnie zijn huisbezoek met een uitgebreide inleiding over veiligheid en degelijk hang- en sluitwerk. Ook geeft hij aan waar hij tijdens zijn rondleiding op let. Waar ik op let is dit huisje met 2 sterretjes, dat R'tje en dat SKG. Als dit logo erin staat en hang- en sluitwerk, dan is het gewoon goed en getest hang- en sluitwerk. En daar is hij nog 1 keer, het SKG-logo, dat in alle sloten zou moeten staan. Dan wou ik nou graag bij de voordeur beginnen. Kijk, niemand kan me zien hier. Ik zit hier veilig. Nou, voor politiekeurmerk zou hier dus een nieuw hoofdoplegslot op moeten. Want zo'n nieuw slot is veel dikker, zitten veel meer schroeven in. Ja. Er hoort ook een sluitkom bij, die is ook veel dikker, zit ook veel meer schroeven in. En met dit slot kun je dus ook nog hengelen. En hengelen, dat houdt in, dat is door de brievenbus met een stangetje en dan is hij is open. Ja. Nou, even kijken hier bij de deur. Hey, dit is wat ik bedoel, hengelen. Ik kan hier hengelen. Hier een breekijs erin doen. Ja, en verder heb je hier dus glaslatten aan het onderste raam. Nou, die zouden even geschroefd moeten worden. Want als ze een raam eruit halen, is het altijd het onderste raam. En waarom? Omdat die klein is en die is handzaam, kun je er zo uithalen. Ze zitten ermee bij de zijkant, ze klimmen erdoor en ze zijn binnen. Nou, ik zie dat. Wat een speling. Boven. Nou, hier stop ik. Hier precies, waar het vast zit, stop ik een breekijzer en breek ik in, dan zet ik een kracht, dan heb ik het open. Een inbreker die echt flippert, ja, die vindt het ideaal. Die drukt er nou een kaart tussen, gaat naar beneden, komt bij het slot en dan is het slot open.
Dus er moet wel over aan die deur gebeuren. Dus en wat moet er gebeuren? Ja, daar zou je even een vakman bij moeten halen, want ja, die deur is wat krom. Die is wat ontzet, denk ik. Alleen bij de voordeur al kan de inbreker op verschillende manieren naar binnen. Hengelend. Flipperend. Ja. Door de glaslatten van het onderste raam weg te halen. Of door de speling in de voordeur te benutten en daar zijn breekijzer in te zetten. En hij wordt niet gezien door al het groen in de voortuin. Hier is helemaal geen sociale controle mogelijk op je voordeur. Niemand kan zien als er iemand staat met verkeerde bedoelingen. Dan ziet niemand dat. Dat is veel te hoog, ook veel te veel groen. Ik zou daar toch wat gaan snoeien. Dat geldt overigens niet alleen voor de voorkant van dit huis, maar ook voor die van veel andere huizen in de buurt. Veel groen en achter dat vele groen veel glas. Niemand kan me zien. Niemand. Geen één. Wat ik hier zie, mensen laten licht branden, maar ze zijn niet thuis. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Door een brievenbus, omdat er een krant in staat. Als mensen thuis is, hebben ze die krant weggehaald. Wat ik vervelend vind van de mensen, dat ze hier zo daag je een inbreker uit. Als je alles zo open en bloot voor de kijkers, voor de inbrekers, om die binnen te kijken. Kijk, dit zeg ik van, je daagt een inbreker om hier binnen. Kijk, posten, een inbreker weet van, oh, ze zijn niet thuis, je komt binnen. Dit observeert de inbreker dus door even langs een aantal huizen te wandelen. Er zit nog post in de brievenbus of er ligt post op de mat. Waarschijnlijk zijn de mensen niet thuis. De sloten zijn niet al te stevig, dus er is makkelijk binnen te komen. En wat ik hier zie, het sluitingen. Dit ga ik met mijn breekijzer erin, haal ik die eraf, dan ben ik ook binnen. En zijn toekomstige buit is eenvoudig door het raam te observeren. Kijk wat een inbreker allemaal kan zien in het thuis. Wat een mooi plasma. Nou, zo draag je toch een inbreker. Nou, dit raam zou voorzien moeten worden van twee raamboompjes afsluitbaar met een sleutel. En twee duvenklauwen boven in het raam, want de scharnieren zitten aan de buitenzijde. Waarom is de sleutel zo belangrijk? Nou, een sleutel is heel belangrijk. Met zo'n raam als deze, dan heb je gaatjesboorders. Die boren hierboven een gaatje door het kozijn heen. Onder boren ze ook een gaatje. Dan drukken ze de knop in, drukken die boom aan de kant en hij is open. Ik zie daar een raampje open. Oké. Even verder kijken. Nou, ik pak de rechterkant met heel veel groen. Okay. En aan die kant is het nog simpeler. Dat is gewoon één gaatje boren en hij is ook open. Ja. En daarom willen wij alles afsluitbaar zien met een sleutel. En dat geldt in principe voor alle ramen hier in dit huis. Wat ik hier zie, kan ik hier... Je hoort het kraken. Zie je? Je hoort het kraken. Nou, dan komen we nu bij de achterdeur. Hier is al een keer een andere deur ingekomen, zie ik. Maar daar heeft wel dievenklauwen in gezeten. Alleen die zitten er nu niet meer in. Dus er zouden wel drie dievenklauwen in moeten. Er zit een goedgekeurd slot in. Wat ik hier, kijk, hier de tussen en wrikken heb ik het open. Nou, je hebt verlichting achter thuis, alleen deze hangt veel te laag. Een inbreker gooit hier gewoon een jas overheen. Of die haalt die lamp eruit. Hij kan er gewoon rustig bij staan. Dus die moet veel hoger. Als ik hier kijk. Volgende, kijk. Als het lamp is. Dan probeer ik, zorg ik snel. Tik. Nou, hier heb je dus die kliko staan. Ja. Daar gaan ze op staan. Zo naar het dak. Zo naar het raam. Ja, dan zijn ze binnen. Kijk, hier heb ik. Hier is een regenbuis. Via de regenbuis kan ik. Via de dak naar het kamer. En als het nog moeilijk is, heb ik hier de kliko staan. Kan ik naar boven. Ook achter het huis kan de inbreker dus eenvoudig zijn gang gaan. Het is dicht begroeid, dus weinig mensen zullen hem zien. Ja, sociale controle, dat is hier gewoon niet mogelijk. Dus ik zou hier zeker ook wat wegknippen. De buitenlampen hangen laag. Dus als die 's avonds aan zijn, gooit de inbreker zijn jas eroverheen, draait de lamp eruit of tikt deze gewoon kapot met zijn breekijzer. Tik.
Hij boort een gat in het raamkozijn, ter grootte van zijn vinger, en maakt zo de raamboompjes open. Of hij tikt de scharnieren van de ramen of deuren open, als die tenminste aan de buitenkant zitten en er geen dievenklauwen zijn. En anders wrikt hij het raam of de deur open met zijn breekijzer. Lukt het hem niet om beneden in te breken, dan klimt hij via de regenpijp of een vuilnisbak bovenop het schuurtje en probeert hij het bovenraam. Dus hier moeten er ook twee raamboompjes op, afsluitbaar met een sleutel en twee dievenklauwen. Want voor een inbreker is het heel makkelijk om hier doorheen te komen. Ja. Oké. De vuilnisbakken vindt de inbreker trouwens niet alleen handig als hij ergens op wil klimmen. Hij gebruikt ze ook om spullen in te verbergen en te vervoeren. Die kliko's daar kan ik gebruiken om spullen erin te zetten. Nou, wat wil je nog meer? En als ze te lang aan de kant van de weg blijven staan, ziet hij dat als een uitnodiging. Want je hebt het huisnummer er ook op staan, dus ze kunnen dan precies zien van hey, die bewoners zijn een langere tijd niet thuis, want die bakken staan nog aan de weg. Haal ze zo snel mogelijk weer terug. Dan weet de inbreker ook niet dat hier niemand is. Tijdens zijn vlucht kan de inbreker zich in deze buurt makkelijk verschuilen. Moet je kijken. Kijk, dit is van die mensen met achterwonen. Ik vind dat ze zorg gaan. Want dit is voor de inbreker mogelijk om hun spullen daar kwijt te raken. En straks weer ophalen. Of als ze worden betrapt, kan ze snel wegrennen. Kunnen ze die spullen ook daarin gooien. Dus dat is de slordigheid van de mensen. Oké. Okay. Nou, ik ga even kijken. Als ik heel veel spullen heb, wil ik mijn auto ook kwijtraken. Wil ik mijn auto... Moet je kijken. Niemand kan hier... Nee, hier zien. Ik kan ongestoord hier werken. Hier lopen, niemand kan me zien. En ik wil toch met de auto. Maar als ik die plasma wil meenemen, dan moet ik zeker weten... Kijk, dit is het. Dit is het. Kan ik hier mijn auto rustig zetten en gewoon mijn gang gaan. Nou, ik ben de woning door geweest. Ik zou dus zeker wat aan de voordeur doen. Een nieuw slot. Net als altijd zet Ronnie aan het eind van zijn rondgang alle zwakke plekken in de woning nog even op een rijtje. Adelaide en Annemarie gaan verbouwen en willen de tips van Ronnie meteen in hun plannen meenemen. Hierbij moeten ze dus vooral letten op een nieuw slot in de voordeur, in alle ramen boven en beneden raamboompjes afsluitbaar met een sleutel, dievenklauwen in de achterdeur, een goede buitenverlichting in de achtertuin op een plek waar de inbreker niet bij kan en de schaar in al dat wilderige groen voor en achter het huis. Niemand merkt het als ik naar binnen kom, dus dan merkt niemand ook als een inbreker komt. Maar toch is het een keuze tussen groen wonen en helemaal kaal. En in deze buurt hoort toch het groen erbij. Dus je zal niet zo snel gaan snoeien? Nee, dat denk ik niet. Maar de andere veiligheidsmaatregelen ga ik wel op het hart nemen. Wilt u ook weten hoe u de gelegenheidsinbreker op een afstand houdt? Kijk dan op www.veiligheidszorggroningen.nl of bel tijdens kantooruren 0800 023 1760. Prettige dag nog verder. U ook, bedankt. En tot ziens. Dag. Dag.